Ik leid je af. Ik zal een voorbeeld geven hoe ik je afleid. Als ik hier wijs en ik wijs tegelijkertijd hier, dan zeg ik iets anders dan wat ik doe. Ik zeg namelijk dat ik tegelijkertijd wijs, maar ze hebben niet waar. Ik wijs eerst hier en een fractie later wijs ik daar. Dus als ik eerst deze hand kijk, dan die hand. En dan kan ik stiekem hier. Panje tussendoor, die gebruik ik om mijn munt tevoorschijn te halen. Ik knip in mijn vingers en dan is hier. €2, kan over mijn vingers heen lopen, noemen ze ook wel lopend geld. Behalve lopend geld heb je natuurlijk ook verplaatsend geld, van hier naar daar. Nou, je kan ook een hulpmiddel gebruiken zoals een stift. En daarmee kan ik dan afleiden. Tel ik tot 3, dan is de munt weg, daar gaan we. 1, 2, 3. Ik vergis me, excuus. Stift. Mevrouw, beker 1. Bekijkt u hem, controleert u op dubbele bodemspiegels, valluiken. Meneer, beker 2. We kijken, dubbele bodemspiegels, valluiken. Mevrouw, beker 3. Kijk, de binnenzijde van deze beker is net iets groter dan de buitenzijde. Net iets groter dan de buitenzijde. Nou, zijn er mensen die zeggen, er zit een gat in, maar je had hem gecontroleerd, dus dat is natuurlijk niet waar. Wacht even hoor, ik weet niet wat hier... Kan we beginnen met beker 3. Balletje 1 op beker 3. Is weg. Ging het misschien iets te snel. Meer speciaal doe je in herhaling. Balletje 2. Als dit te snel gaat, speciaal voor je balletje 3. Nou, u let nu wel heel goed op. En hij is ook weg. Hij is niet echt weg. Hij is hier, daar en daar. Acht. Tel de vraag, tevreden met 8? Helemaal goed. Tel de achtste kaart al. Geef hem aan je buurvrouw. Kijk de kaart, laat hem, hou hem hoog zodat iedereen hem kan zien. Hart is even, yes. En dan klopt het. Schrijf je naam op de kaart. Voor de mensen achterin, we hebben één kaart gekozen. Hart is even met een naam erop. De naam en de kaart gaan weer terug in de stapel. Aan jou de vraag. Maak het heel snel. Goeie keuze. Zou je hand weer ophouden? Ruiten 1. Ga gaan. Ik had al zo'n vermoeden. Dat heb je heel snel. Wat er namelijk gebeurt als die kaart in de stapel gaat en ik wap er even mijn vingers een beetje omhoog en ik weer bovenop.